Hey mensen van TheProGamerThomasP9 en leuk dat jullie naar een nieuwe video kijken van mij. Ik ben Thomas en vandaag speel ik weer GTA 4. En laten we maar gewoon meteen weer gaan beginnen met een nieuwe missie. Ik ben er al naartoe gereden. Oh, en ik word gebeld. Alright, my man Niko. How's it going? Okay. You and Batman got any more work you need help with? The funny thing is the mention that to my brother. Batman is right depends on what you're doing for I and I. You want to know if you want to deliver some package around town to some various people and things in the city. Plenty of cars in that for you, you know. That sounds good. Wicked, man. Give me a call when you're ready for this first run. There'll be a lot of work, so call whenever, you know. One love, British. Okay. Search and delete heet deze missie. Oh, mooie auto. Heb ik ook wel eens in gereden. Hello, I'm busy. I said hello. Ow! Motherfucker! Is your boss around? What'd you do that for? Is your boss around? Yeah, he's around. Brucey, some fucking Polak asshole for you. You too. He's not a Polak. He's a gentleman. Still a fucking asshole. Sorry, Nikki, man. How's things? Okay. Sweet. I got you, man. I'm big, but I'm also fast. Wake up, boy! Ooh, I'm sorry. Can you show me that again? Enough, man! Enough! Oh. Stel Niko Bellic niet op de proef. That's some Red Army shit, serious. You gotta show me that one. I'm all about power. Come on, touch my bench, man. No, thank you. Rock hard. I bench 450. I'm like, no. Yeah. Oh, shit, no shit. What are you doing here, man? Well, Roman said maybe you needed some help, and we need some money real bad. Shit, my bad. Yeah, of course. Love that guy. Love him. I mean, I am no chubby chaser, but if I was and a queer, I'd be in trouble, you know what I mean? Let them know. Hey, I'm shitting with you. Brucey likes pussy. Remember that, right? Okay. All right, now, Nikki, listen up. I know you guys need money bad. Yeah. This ain't a nice job. Not exactly mom and pop shit. No problem, as long as the pay is good. Sometimes people fuck other people over, okay? And the people that fuck other people need to get fucked with, especially people that go into hiding before they can get on the stand and put a lot of guys inside for a lot of time. What? I need you to whack some people. What? Only they're in hiding. How do I find it? Man, you're cold! You didn't even blink! Love that! I fucking love that! You gotta steal a police car, get on the computer, give me a call. They're easy to hack. Not really. All right, Brucey. I'll give you a call. Ice cold, man! Ice cold! Ooh! Okay, get the cop car. Ja. Oké, dat valt op zich wat te doen met een wapen. Denk ik. Oké. Daarna moeten we die daar even jatten. Okay, let's go. I'm sorry, okay? Oh, 3 sterren. Oké, dat vind ik niet zo fijn dat we 3 sterren hebben. Maar ja, voor de politieauto doen we alles. Zo, dit trekt even wat minder aandacht. Nou, het is echt ook totaal niet druk vandaag, hè, op de weg. Oh nee, zie je al die politie achter mij dan? Oh wacht, ze lopen achter. Oh, yes, ik raak ze kwijt. Yes, ik was kwijt. Haha, lekker voor jullie noobs. Oké. Oh shit, daar komt er daar eentje aan. Mooi, 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 mooi. I'm here. I have a computer. You're a badass, man. I love it. Now this cat's name's Lyle Rivas. Type it into the computer, and you should get some known whereabouts and shit. I take them out myself, but when people see me coming, they fucking run, man. Know what I'm saying? Cats don't want to mess with someone packing 24-inch guns like mine, baby. Yeah! I'll track down this Rivas. Cold, man. I'm feeling chills down the phone. Call me when it's done, bro. Okay, access to... Search police station to find live. You can use the police computer to search the police database or view. So, instructions for using the computer can be found at the bottom of each screen. Kijk hoor. Search police records. Oké. Search by name. Enter search name using the on-screen keyword or any attachment key. Oké. Hoe heette die dude ook alweer? Oké, wacht. Search the name. Even kijken hoor, heeft iemand dat toevallig gemaild? We need to talk. Ah, hoe heet die dude? Nee. Ah, dit is weer zo'n irritante missie. Oh. Oh, wacht. Live Ryans. Toch? Nee. Oké. Live. Oké, ik denk dat het zo wel goed is. Oké, weet je wat? Ik ga het gewoon opschrijven op papier. Even kijken. Laat me even snel een papiertje pakken. Oké. Hier kan ik het opschrijven. Hier heb ik een potlood. Lyle. Rivas. Zo. Oké. Oké, hopelijk is dit genoeg. Lyle Rivas. Mooi. Go to Rivas house. Oké, zou ik doen. Ja. We hebben ook echt niet echt iets van een radio hier of zo in een politieauto. Oké, we zijn er gelukkig. Oké, laat ik uitstappen. Maar wel bewapend natuurlijk. Lyle Rivas, I got a message from Brucey for you. Brucey? I thought he was fucking joking. Shit. Ah, weer zo'n gevecht. Oké, ik heb tenminste wel een snellere auto dan hem. Ja, moet hij ook precies weer op mij gaan rijden? Oh shit, hij gaat nu opeens wel heel erg snel rijden. Nou, ik schoot hem een keer door zijn hoofd heen. Yes! Mooi. Oh yeah, hij is dood. GG. You should not worry about Rivas anymore. Lethal, man. A lot of people are gonna be very grateful that certain people who fucked with them can't say things to other people or fuck with anyone anymore. If you get me. I get the money you're paying. You're all about the cabbage. I mean, the lettuce. Ice cold, man. I love it. There'll be some more work when you need it. Oké, nou ja, nu we dit ook weer hebben gedaan, kunnen we weer een volgende missie doen. We zijn alleen wel erg behoorlijk ver. Dan is toch Brucey weer het dichtstbijzijnd. Zo gaan we hem wel doen. Oh, dikke. Oh, dat wapen wil ik wel. Oké. Ik wil het wapen wat hij heeft, wil ik. Oké. Gewoon in één keer. Headshot. Wacht. Oké, mooi. Weer even een gevecht tussendoor. Oh, rennen. Oké, dit gebeurt ook heel random tussendoor. Ik heb nu wel zijn geweer. Ja, ik ben dood. Oké. Oké, volgens mij ben ik nu toch wel even wat dichter van waarbij ik moest zijn. Kijk, dat is nog te doen. En ik heb een wapen. Oh, zie dit dan. Oh, niet op hun. Oké, laat ik maar deze even gaan kapen. Nee, zo wil ik ook niet eindigen. Oké, snel racen. I should have been devoting to my husband and kids was being wasted on walking. Now... Oké, we gaan hier heel even naar beneden. Ik weet niet alleen of ik dit ga overleven. Dit lijkt me iets te hoog. Ah man, het staat nergens op. Kom ik nou weer naar beneden? Oké, dit is echt weer zo'n aflevering die helemaal nergens op slaat, want we moeten eerst helemaal naar beneden komen. Dus, Oké, misschien moet ik gewoon met een auto. Oh, ik word weer gebeld. Ja. Ja. Oké, even een autootje capturen. Dan ga ik daar... Oké, ik ga proberen gewoon... Ja, zo. Huppakee. Nou. Is het me toch nog gelukt, hè? Om naar beneden te komen. Zo. En een nieuwe missie. Easy as can be. Oeh. Hey, Brucey. Niko! One second. Why didn't you tell me it was Niko? Why? Man, women. Yeah, yeah, man, I'm ready, baby. I'm ready for fucking anything. Yeah, wah. Are you all right? You seem a little tense. Yeah, sorry, I'm just juicing. Makes me a little pent up. Juicing? Yeah. Bullshark testosterone, amigo. Ordered online from Chile. Makes you feel really male. Hey, be careful, man. I heard that stuff does funny things to your balls. Hey, do I look like I got funny balls to you? I haven't considered this. 18 plus aflevering weer. Help! I'm losing the plot here. Boss. I'm shitting, man. Now look, you did really good with that thing. A lot of people are very grateful. Now listen, that guy Lyle had a car worth stealing. He left it in an alleyway off of Yorktown Avenue in Steinway. If you pay like last time, no problem. Yeah, of course. Any risks? Nah. Easy as can be. Yeah. Okay, I'll just go take care of it then. Yeah! Niko wil weer zo snel mogelijk weg. Die denkt echt van wat gebeurt hier. Nou, nu we dat hebben aangehoord, laten we dan maar meteen verder gaan. Oh, weer politie achter ons. Maar dat maakt me nu heel even niet zoveel uit. Want we hebben nu wel een mooi autootje. Ik moet jullie trouwens wel even eerlijk iets toegeven. Ik heb de video weer geëdit, omdat ja, toen net was ik door de politie opgepakt. Dus jullie hebben tot de cutscene hebben jullie gezien. Maar daarna faalde het en had ik een beetje een rage quit. Dus je moet hem nu even voor de tweede keer opnemen. En ik word echt helemaal gek hiervan. Maar ja. Hopelijk lukt het deze keer wel. Ik weet dus nu ongeveer al wat de missie is. Je moet een auto dus gaan stelen. Maar dat zien jullie straks wel. We rijden eerst wel even naartoe. Het begint ook te regenen. En dat vind ik niet zo heel erg fijn bij deze missie. Oké, ik ga gewoon in één keer terugrijden. Oké, schieten, ik ga helemaal niks doen. Oké. Gewoon in één keer wegracen met dit ding. Uh-oh, ja, dat bedoel ik dus. Maybe this juicing is fucking with your head. He trying to take Lyle's ride. Oké, wegracen. You ain't driving away in this. Dat vind ik niet zo leuk. Wow, super episch. Oké. Let's go. Alleen maar rijden, meer niet. Oké. Snel rijden. Ik moet niet zorgen dat ze voor me komen, want dan ben ik dood. Dus ik ga ze ook niet lopen beschieten, want dat heeft geen zin. Want dan blijven ze toch alleen maar spannen. Oké, ik ga nog een keertje rechtdoor proberen te rijden. De vorige keer werkte dat ook. Een soort van. Ik ga ook niet naar achteren kijken, dat is allemaal veel te veel risico. Het is echt super ver rijden. Oké, ze zijn weg. Holy shit, kijk al die kogels dan. Eén ding moet ik wel toegeven, ze kunnen niet super recht schieten, maar we hebben het overleefd. Oh, gelukkig. My god. Brucey asked me to bring this by. You're lucky it looks as good as it does. The only thing Brucey thinks is good looking is himself in the mirror. Thanks. Nou, van die auto is ook niet heel veel meer over. Oh, gelukkig hebben we het gehaald. What? Dikke money, 9700 heb ik opeens op mijn bankrekening staan. Oké, even kijken, we zijn ongeveer zo 20 minuten bezig. Hij belt nog even naar hem toe. The car is in your lockup. It was not so easy. People were waiting for me. Shit, man. If I known it'd be like that, I'd have gone and get it. People don't fuck with Brucey. I mean, you're cool though. You made it, man. You got the mad red army driving skill. I'll show you out with some big rims, spinning ones. Crazy original styles, you know? We'll cruise, we'll hang. Alright? Thanks, homie, thanks. Oké, maar ja, omdat we ongeveer al 2 missies hebben gedaan en we zijn al 20 minuten bezig. En ik moet het ook nog helemaal gaan editen, zeg ik. Tot de volgende keer maar weer. Like en abonneer voor meer. Like doe je natuurlijk op het blauwe duimpje en abonneer op het rode balkje. En dan zeg ik en Niko Bellic, doei!